Ja, jullie vragen je misschien af, waarom ziet die gast er zo moe uit? Je bent net een week dicht geweest, je hebt een vakantie gevierd. Nou ja, zoals je ziet zijn we druk bezig met een verbouwing. Het is nog steeds niet af. Tegen de tijd dat je dit ziet, hopelijk wel. Ik hoop dat je binnenkort zelf kan komen. Ik bedoel, Hoge Woord is eruit. Vanaf 5 uur mogen de restaurants weer open. Dat je zelf weer kan komen kijken. Tot die tijd moeten we het heel even doen zoals we het alle jaar doen. Ongelooflijk, hè? Dus gaan we samen koken. Het enige wat je nog hoeft te doen, je oven heel even voor te verwarmen. 200 graden, knal dat broodje erin. 5 minuutjes. En de rest doen we samen. Ga je mee? Kom. Zo, we gaan jullie voorgerecht maken. Eerst zullen we even alles hier uithalen. Hiernaast moet ik een pan staan, zoals je dat misschien kan zien. Die ga ik heel even aan de kook brengen. Jezus Maarten, staat dat ding helemaal nul. Nou ja, excuus voor al lawaai. Hebben jullie aan Maarten te danken. Dopertjes ga ik zo even schoonmaken. Nee, ja ik ook, maar jullie gaan ze ook schoonmaken. Even kijken, een vinaigrette voor zo. Hier wat plantjes, wat codium, hier wat kruiden, die heb ik zo meteen nodig. Koolrabi, dat gaan we even vullen zo. En crème van doperwten, die laat ik heel even zitten nog. Het eerste wat we gaan doen, is doperwten blancheren. Dan zul je misschien denken van, zijn jullie nou zo enorm lui? Dat is niet zo, maar als we dit los in de bak gooien, zoals je ziet, dan ben je dus allemaal ertjes aan het zoeken. Oké, maak deze heel even open. Dopertjes, natuurlijk perfect van nu. Lekker zoet. Oké, deze gaan in het kokende water. Eerst ga ik hier zout bij doen. Dan heb ik het dus niet over een klein beetje, maar dit. Bats. Al deze dopertjes gaan erin. Dit heeft echt heel weinig tijd nodig. Zeg maar wat later in het seizoen dan zijn ze wat steviger, maar deze zijn eigenlijk gewoon nu al klaar. Ik zet het vuur uit. Dopertjes, ik heb hier een bakje met koud water. Je kan ijswater nemen. Ik heb hier nu gewoon wat koud water. Dat is prima. Oké, dat is heel even aan het afkoelen. Gaan we intussen deze plakken koolrabi vullen. Daar gaan wij een crème in doen van doperwten. Met daardoorheen koolrabi ook. Dus eigenlijk de stukjes die we niet kunnen gebruiken van de koolrabi. Heel klein gesneden, die zitten hier doorheen. Wat zonnebloempitjes. En een beetje miso van erwten. Oké. Dit verdeel ik dus over die 3 plakjes knolselderij. Nou, nu kun je er een aantal dingen mee doen. Je kan ze zeg maar gewoon in één keer dubbel vouwen, als een gyoza. Hier zit ook een klein beetje te veel in trouwens. Dat kan. Ik kan hem ook anders vouwen. Ik ga er gewoon heel eventjes een gyoza van maken. Gewoon eigenlijk een soort dumpling. Zie je wat een beetje wat ik doe? Kijk, hier zit dus een klein beetje te veel in. Zie je? We gaan het zo meteen nog bedekken met van allerlei spulletjes. Dus niet helemaal super netjes is, zou me niet zo druk om maken. Oké, nummer 3. Klaar. Mag ik even een doekje maken? Top, dankjewel. Oké, next. Ik heb hier wat codium uit de Oosterschelde. Ga ik hier een beetje tussen steken. Codium echt super zilt. Klein beetje denk aan oester. Het zelf echt heel erg smakelijk. Oké, dan de doperwtjes. Ik ga die even afgieten. Zo. Dep ik ze heel even een klein beetje droog. Zo. Dan heb ik hier die vinaigrette. Daar zitten een paar witte aalbesjes in van afgelopen jaar. Dan ga ik die doperwten hierbij doen.
zijn ze meteen gedrest. Pak even een schone lepel. Oké. Dit schep ik een klein beetje om. Zo. Gaan we nu verder afwerken met de kruiden. Nou, ik heb gewoon wat spulletjes geplukt in onze tuin. Een klein beetje van Edwin ook. Hier wat bloesem van mierikswortel, die staat bij ons. Ik heb geen idee of dat dit tegen de tijd dat jij je takeaway hebt opgehaald, of dat het nog steeds staat. Het staat nu in ieder geval mooi vol in bloei, anders dan hebben we er wat anders in gedaan. Dan wat citrus Afrikaan. Dit komt van Edwin af. Ga ervan uit dat dit er sowieso in zit. Heel aromatisch ook. Oké, er ook een beetje bij. En als laatste hier nog wat Roomse kervel. Gewoon heel even wat plukjes ertussen steken. Nou, zijn wij eigenlijk wel klaar, denk ik. Kijk eens aan. Geniet ervan. Zo, we gaan jullie tussengerecht maken. Ik ga dus eerst even dit openmaken. Ik heb hier een pannetje water staan. Dan ga ik wel eens aan de kook brengen. Hop. Zo, horen jullie dat raar geluid? Okay. Dit zijn de plantjes voor zometeen. Ik heb hier saus van koji en gerookte boter. Hier wat asperges, een beetje tijmolie en een onrijpe aardbei. Deze asperges zijn helemaal klaar al. Die ga ik als eerste aan Maarten geven. Die gaan in de oven, 5 minuutjes. Oven van 180 graden. Pak die timer. De timer aan. Kijk, ik had het water natuurlijk al voorverwarmd, dus dat water dat kookt al nagenoeg. Deze plantjes, een deel daarvan gaan we rauw laten. Ik heb hier wat vogelmuur. Daar gaan we niks mee doen. En ik heb hier wat zeebanaantjes, zoals dat klinkt. Komt oorspronkelijk uit Australië. Deze worden vlakbij Dordrecht gekweekt door een vriend van ons die ook citrus kweekt. En wat zeekraal. Zeekraal, sorry. Dus die zeekraal gaan we wel blanceren. Dit dus niet. Ik leg dit heel even terug in deze bak, zodat ik het niet door elkaar heen haal. Ik heb hier wat zeekraal, ga ik heel kort blancheren. Wat lamsoor. Dat zijn dus niet de oren van een lammetje, maar dat is een, een zilte groente, groeit aan de kust. Ga ik ook even blancheren. En ik heb hier wat Nieuw-Zeelandse spinazie. Die laatste heeft echt heel weinig hitte nodig. Ga ik beginnen met dit. Lamsoor moet wel gaar zijn. Zo in het kokend water. Er zit dus geen zout in het water. En die zilte groenten die zijn dus van zichzelf al zilt, zoals je kon raden. Die is klaar. Tweede doe ik de zeekraal erbij. En als laatste de Nieuw-Zeelandse spinazie. Ik kan er meteen weer uit. Zo. We gaan straks die groenten nog eventjes opnieuw opwarmen in het water weer. Straks zijn ze natuurlijk afgekoeld, maar dit is in principe klaar. Ik zet het vuurpannetje zet ik uit. Pak ik dit bakje met saus. Dit ga je dus niet in het pannetje zelf opwarmen, want daar is het echt gewoon de hoeveelheid te klein voor. Dan verdampt eigenlijk alles. Dit zetten we zo, zorg dat het deksel er goed op zit. Zo, in het pannetje met heet water. Oké, dus, groente gaar, plantjes rauw, de timer, nog 3 minuten. Tot zo! Oké, nou, een paar seconden nog. Die kan uit. Ik haal eerst heel eventjes die saus eruit. Mocht nou die deksel losgeschoten zijn tijdens het verwarmen, druk hem nou heel even vast. Zometeen gaan we hem heel even schudden. Dat water is nog steeds heet. Die groenten die zijn inmiddels koud. Die gaan even terug het water in. Dat is Maarten inmiddels met de asperge. Oké, die asperge is in principe op smaak. Maar dan gaan we nog wel even een klein beetje zout overheen doen. En dan, ik heb zeg maar echt dit bij, ik weet niet of, nou ja, je kan het net zien. Ik heb daar tegenwoordig een bril voor nodig om het te kunnen zien. Okay. Heb ik
die groenten haal ik er weer uit. Die zijn nu gewoon warm. Dan leggen we hier naast, leggen we op die doek, zodat ze een beetje kunnen uitlekken. Oké, ik ga nu als eerste de asperges op bord leggen. 1 en 2. Dan, ik ga even aan de kant kan met mijn, zonder mijn vingers te verbranden, die groenten. Nou ja, je kan hier heel weinig tijd aan besteden. Of iets meer, zoals ik. Dus, nou, dat moet je weer zelf weten. Oké, leg dus die groente hier zo een beetje tussen. Een beetje op zo'n manier dat ik alles een beetje verdeel. Dus niet alle zeekraal op één hoopje en niet alle spinazie op één hoop. Eigenlijk, terwijl je aan het eten bent, van alles steeds een hap kan nemen. Oké, nou, dat is dat verhaal. Dan heb ik hier wit asperge, de onrijpe aardbei. Dus dit wordt gewoon een rode aardbei zoals je hem kent, alleen deze is dus gewoon niet rijp. Dan ziet hij er zo uit. Steek ik een klein beetje tussen. Echt een beetje voor de, nou, een beetje zuur. Sowieso aardbeien en asperges, geloof het of niet, werkt enorm goed bij elkaar. Kunnen we wel eens asperges gaan kopen bij een boer? Er worden altijd asperges en aardbeien verkocht. Let maar eens op. Tenminste, mij valt dat heel erg op. Oké, dan als volgende. De saus. Die gaan we er nu even bij gieten, voordat we de laatste plantjes erbij gieten. Die saus, heel even een klein beetje schudden. Ik hoef niet heel hard te schudden, maar... in het geval dat die klein beetje de boter losgekomen is. Zo, deksel eraf. Dus ging ik eerst die saus hier zo in het midden. Hier dus een soort kommetje. Dus dat blijft mooi allemaal midden liggen. Hier wat olie. Van citroentijm. Dit is voor twee personen. Ik heb hier maar een klein beetje voor nodig. Toch een lepel nodig, Maarten. Die olie, die verdelen we een klein beetje overheen. Dan vogelmuur. Gewoon lekker fris, niet per se heel erg uitgesproken smaak. Maar heel erg lekker fris. Past goed. Zo bij die botersaus. Die asperges gebakken in de bruine boter. Dit, ja, ze noemen het zeebanaantjes. Nou ja, hence the name. Deze groeien ook naar het licht toe, denk ik. Daarom groeien ze ook krom. Steek ook een klein beetje tussen. Zo, en dan nou, zijn we volgens mij gewoon klaar. Dan zou ik zeggen, geniet ervan. Zo, jullie hoofdgerecht. Ik heb hier een stukje vlees, een stukje varkensnek. En ik heb hier een stukje knolselderij. Ik kan het een milfeuille noemen, zo noemen wij het. Meer omdat dat dus... 1000 laagjes heeft. Lijkt het wel. Ik kan dit in het water opwarmen. Als je nou geen oven hebt. Maar ik geef de voorkeur aan om dit in een oven op te warmen. Er zit hier nog een klein beetje lak van hazelnoot zit hierbij. Het zit al in een stukje bakpapier. We hebben het dus al geroosterd voor jullie. Klein beetje scamorza erin. Gerookte mozzarella soort van. Ik leg dit op een plateautje. En wat ik eigenlijk ga doen is dit in een oven plaatsen. Die hebben jullie als het goed is voorverwarmd op 180 graden. Dat duurt 10 minuten. Dat is eigenlijk het eerste wat ik ga doen. Dus ik zet de timer aan. En ik geef dit plateautje aan Maarten. Zometeen, zo voor 5 minuutjes, dan gaan we de rest van, het gerecht bereiden. Ik ga dit alvast leegmaken. Daarvoor. De saus die gaan we straks gewoon in een pannetje met water zetten. Wat crème van daslook. En ja, een soort paste. Het lijkt echt enorm op elkaar. Dus let heel even goed op die sticker. Dit is een paste. Een soort van, ja, eigenlijk ook een crème. Maar dan van augurk, wat dille, wat mosterdzaad, een beetje mierikswortel. Dit gaat straks over dit slaatje. We hebben deze, nou ja, dit slahart eigenlijk. Dit wordt later een hele grote Romeinensla. Deze hebben we gebarbecued. Die gaan jullie opwarmen in de oven straks. Die ligt vast op een plateautje.
En dan heb ik hier nog wat aardappelmousseline. Die doe ik vast in een pannetje. En ik heb hier wat plantjes om straks het gerecht mee af te maken. Oké. Nou, over 5 minuutjes zorg je dat je een pan met water tegen de kook aan hebt klaarstaan. We hebben nog, nog alle tijd. Tot zo! Oké, ongeveer 5 minuten. Dit water is dus tegen de kook aan. Het kookt niet heel hard, maar dat hoeft ook niet. Maar het moet wel echt, nu kookt het. Echt er tegenaan. Oké, ik zet hem uit. Dan pak ik dus nu het vlees. Of als je dus besloten hebt om toch de knolselderij in het water op te warmen, dan doe je die dus daar nu ook in. Dus dit hang ik zo in het hete water. Zo ook deze saus. Op basis van gefermenteerde knolselderij en gist. Garum. Heel lulverhaal, zal ik zo meteen wel even afronden. Dit warmen we zo op. En dat doen we eigenlijk omdat als we dit in een pannetje opwarmen, dan verdampt echt alles. En dan, dan blijft er niks over. Deze aardappelmousseline, die gaan we ook opwarmen nu. Dat doen we dus gewoon in een pannetje. Ik zet het vuur aan. Ik doe echt een heel klein beetje water. Echt één eetlepeltje. De bedoeling is dat we daar zometeen dus deze crème, dus niet diegene met die oranje. Je ziet het verschil ook. Hier zitten wat mosterdzaadjes in. Die andere niet. Dit is dus daslook. Gaan we op het laatste moment gaan we dat door die crème heen roeren. Ik ben nou niet geneigd om heel veel melk of water of weet ik wat erbij te gaan doen. Dit gaat er straks voor zorgen dat die van mooi smeuïg wordt. Oké, nou. Dit zal, het is niet bloedheet, maar het is in ieder geval alvast gesmolten. Ik kan dit nu ook uit. En ik zet dit slaatje in de oven. Dat duurt dus nog ongeveer 4 minuutjes. Nou, we zijn er wel eens een beetje. Dus ik zet deze uit. Ik ga het vlees eruit halen. Ik ga vast heel even hier neer. Ik haal de saus eruit. Ik zet het vuur onder die puree aan. Toch een klein druppeltje water bijna. Zo, een laag. Komt Maarten met de mirefeuille. Oké, ik laat dus. Dit is dus eigenlijk een lak van hazelnoten en bruine boter. Dat hou ik echt, even 10 seconden. Nou niet eens. Om het heel even een klein beetje de boter te laten smelten in het hete water. Dat zie je natuurlijk niet. Dus ik hou dit. Meer hoef je er echt niet mee te doen. Dan haal ik bakpapier weg. Dit is nu eigenlijk verder klaar op de lak na. Die smeer ik er gewoon een beetje zo overheen. Altijd zo uit het zakje. Zo, mooi bedekt is. Oké, dit kan gewoon zo op bord. Precies hetzelfde als. Oh, zo. Ik verbrand me. Ja, het komt dus wel uit de oven. Pas op. Oké. Het werkt precies hetzelfde als het vlees. Dat ga ik nu laten zien. Dat is inmiddels ook het slaatje. Dus ik knip het zakje open. Haal even het vlees eruit. Hier zit dus de lak erbij in het zakje. We hebben dat dus gedaan omdat die andere, er zit bruine boter erdoorheen. En dat gaat echt enorm schiften. Dus dat het eigenlijk een beetje uit elkaar valt. Dus vandaar dat we het heel even apart hebben gedaan. Gewoon een iets beter resultaat. Oké, vlees is klaar. Ik ga die puree afmaken. Die aardappelpuree. Dus dit gaat gewoon bij de mousseline. Kan er allemaal bij. Dit is voor 1 persoon. Oké, je roert het heel eventjes goed door. We krijgen echt een knalgroene. Zie je dat? Knalgroene mousseline. Vuur uit. Dan het andere groene crème. Dat gaat op de sla. Het is eigenlijk een soort van, eigenlijk een soort dressing. Als je wil.
Het fungeert natuurlijk om de sla op smaak te brengen. Maar ook om de kruiden die we nu gaan pakken, om die daarop te kunnen plakken. Dus ik pak nu de kruiden. Gewoon een beetje een verzameling van spulletjes uit de tuin van ons en Edwin. Hier wat, wat mosterd. Een beetje dille. Wat bieslakbloemetjes. Een laadje postelijn. Een laadje zuring. Oké. Nou, dus die salade is klaar. Gaat het vlees op bord. Of de knolselderij. Salade op bord. En dan een lepel mousseline. Je kan alles in één keer doen. Je doet een klein beetje en dan kun je later nog wat bij pakken. En dan nu de saus. De saus is voor zowel het vlees als voor de knolselderij exact hetzelfde. En dat is dus knolselderij die we gefermenteerd hebben. Een beetje boter zit er doorheen. Maar verder wat geroosterde gist. En een garum gemaakt van gist. Dus bedenk heel even een gist zoals die van vis wordt gemaakt. Eigenlijk werkt het op precies dezelfde manier. Alleen hebben we dus de vis vervangen door gist. Waardoor je echt een hele diepe, rijke, krachtige smaak krijgt. Die heel goed combineert met zowel vlees als knolselderij. Dan zijn we klaar. Kijk eens, geniet ervan. Zo, we gaan jullie kaasgerecht maken. Maak die bakje open. Er zitten wat spulletjes in. Ik heb hier wat Afrikaan voor strakjes. Ga ik beginnen met dit open te maken. Dit is wat brikdeeg. Het is heel erg dun. Ja, het lijkt wel een soort hele kleine pannenkoekjes. Die hebben we opgestapeld en afgebakken. Ga ik hier op dit plateautje liggen. Dit heb ik zo meteen nodig. Perzik gepocheerd. Ik heb hier wat puree van perzik. Amandel. En de Oudwijkerkaas. Oudwijkerkaas heb je dus in allerlei varianten. Dit is degene met een rode korst, een rood voorraad. Dus de Fiore. Komt uit Utrecht deze kaas. We hebben hem dus heel eventjes opgedraaid en daarna uitgestreken en uitgestoken. We gaan deze op zo'n maandje leggen. Zo. Zie je? Ik ga er eigenlijk als het ware een soort sandwich van maken. Het eerste wat ik nu ga doen, hier dus wat geroosterde en gehakte amandel. Die leg ik zo op de kaas. Dan het tweede rondje briekdeeg. Daar ga ik wat perzik op plakken. Deze perzik hebben we geporceerd. Met een beetje lavendel, wat kamille, een beetje tijm. Dit is een heel mooi dicht plakje. Dit is een plakje met een klein beetje waar de pit heeft gezeten. Ik wil deze eigenlijk als laatste erop leggen. Dus ik begin met deze hier. Even kijken. Dus eigenlijk wil is dat hij eigenlijk gewoon een beetje dakpansgewijs. Ik weet niet of dat je dat een beetje kan zien. Ik kan hem even halverwege even een beetje zien, zoals je ziet. Dus een beetje half overlappend. Volgende. Volgende. En de laatste. Nu heb ik dus dit. Dan gaat dit gedeelte op de andere kant. Nu hebben we een soort sandwich van perzik en oudwijkerkaas. Dan heb ik hier, dus van al die perziken, alles wat over was, hebben we een soort van compot, crème hebben we van gedraaid. Met wat pruimenpitten. Dat geeft heel erg een beetje amandelsmaakje. De amandel die daar dus onder andere onder zit. Ik ga een klein beetje hiervan op bord smeren. Dan ga ik namelijk deze
zo opplakken. Dan glijdt hij niet van je bord. Zo. En dan de rest. Ja, het werkt een beetje lastig met zo'n klein plakje. Maar goed, ik pak er heel even een mooi lepeltje van. Ik ga heel even het bord een klein beetje draaien. Zo. Je kan de rest later nog bijleggen. Heel even voor een mooi elegant bordje. Dan hebben we hier wat Afrikaan. Het allereerste van het seizoen. Zeker met het enorm koude voorjaar. Heeft het even geduurd voordat het er was. Deze zijn van Edwin, die van ons achter in de tuin. Dat zijn echt mini plantjes nog steeds. Ja, die hebben gewoon een beetje zon nodig. Net als die perzika overigens. Die komen ook niet uit Nederland. Gelukkig schijnt in Frankrijk wel de zon. Zo. Afrikaan erop. Besteed hier aan zoveel of zo weinig tijd als je zelf wil. Zo. Nou, dan zijn we eigenlijk gewoon klaar. Kijk eens even. Geniet ervan. Jullie dessert. Oké. Deze open. Hier een kom. En hier een kommetje om mij te eten. Wat ik hierin ga doen is wat cake. Ik ga hem zo aanmaken. Ik heb hier wat besjes. En een mooie crème pat. Dennenappeltje. En wat plantjes. Oké. Eigenlijk het eerste wat we gaan doen, is die cake een beetje in stukjes trekken. En dan gaat daar dit sapje bij. Dit is gemaakt van fragola druiven. In Nederland heet dat een Rembrandt druif. Zeer aromatisch. Deze zijn van vorige zomer nog. Dan gaan we die cake eigenlijk een beetje aanmaken daarmee. Dit komt zometeen onderin de kom. Hier gaan we de rest eigenlijk opbouwen. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat het een beetje recht ligt. We gaan het zometeen een klein beetje aanduwen. Okay. Zo. Je hoeft het niet helemaal plat te duwen. Omdat het soort van egaal is. Oké, vervolgens dit bakje openmaken. Daarin zitten zoals gezegd wat besjes. Die haal ik er heel even vanaf. Zo. Onderin. Crème pâtissière, eigenlijk wat je tussen je tompoes hebt zitten. Het enige verschil is dat we hier wat olie van spar, Douglas spar om wel te verstaan, bijheen hebben gedaan. Dit gaat zo over die cake. Oké. Klein beetje zo. Vervolgens zit er in dit pakketje ergens dit verstopt. Dit zijn, of dit is... een sparretop. Dus dit zit aan een dennenboom. Helemaal aan het uiteinde. Precies nu. Deze tijd van het jaar. Die ga je een beetje uit elkaar halen. Zodat je allemaal. Is allemaal. Die naalden een beetje los zijn. Dat ding in één keer in je mond steken. Dat is vrij heftig. Maar als je het eigenlijk gebruikt als. Soort seasoning. Dan is het net alsof je een hap uit het bos neemt. Kijk. Dit heb ik ermee gedaan. En dat bedoel ik eigenlijk op een positieve manier ook. Een hap uit het bos. Oké, vervolgens. Ik heb hier nog wat uit het bos. Ik heb nog een lepel nodig. Ik heb hem in stukjes gesneden. Want dit is een dennenappeltje wat we hebben ingemaakt. Een beetje siroop van het inmaken van de dennenappeltjes. En nog meer sparrenolie. Nog een hap met bos. Dit gaan we verdelen. Bovenop. Siroop kun je er zo overheen schenken. Klaar. Gaan we verder met blauwe bessen.
bosvruchten. Nou, ik heb nog nooit dit in een bos gezien. Maar we noemen het wel zo in Nederland. Oké, die haal ik er gewoon heel even af. Je kan het ook met een vork doen. Even ritsen, net als je oma. Ik heb nu met mijn vork, met mijn vingers gedaan. Maar het schiet alweer in een slappe lach in de avond. Oké, de basis is nu klaar. Gaan we nu heel even afwerken met wat plantjes. Ik heb hier wat bessenbladeren, dat zijn deze. Dus van de zwarte bes. Die hele jonge blaadjes zijn heel erg smakelijk, aromatisch. En ook gewoon prima, prima te eten nog. We beginnen eigenlijk met wat rode klaverzuring in dit geval. Lekker fris. Hier nog een blaadje schildzuring. Groene zuring. En dan werk ik alles verder af. Met de bessenbladeren. En dan zijn we klaar. Heel erg bedankt voor het bestellen. En hopelijk tot erg snel.